Waar is dit? Dit is de Sint-Agnetebrug aan de rand van het centrum van de stad Gent. Deze foto is uit 1969 en we aanschouwen hier een historisch moment. Het schip die we zien is namelijk het allerlaatste goederenschip dat door het Gentse centrum voer. De haven van Gent ontstond in de middeleeuwen in het midden van de stad. Vanaf de 19e eeuw verplaatste de haven zich steeds meer naar het noorden. Maar pas ver in de 20e eeuw verdween dus de laatste havenactiviteit uit het centrum.